We bespreken de maatregelen die het kabinet in het Belastingpakket 2016 treft om belastingontwijking via emigratie van aanmerkelijk belanghouders tegen te gaan. Emigreert een DGA uit Nederland, dan wordt hij verondersteld zijn AB-aandelen net voor de emigratie te hebben vervreemd. In verband hiermee wordt een conserverende aanslag opgelegd waarvoor uitstel wordt verleend. De fiscus vordert deze aanslag alleen in als binnen 10 jaar de DGA de aandelen daadwerkelijk vervreemd. Of als hij 90% of meer van de reserves als dividend uitkeert. Als hiervan geen sprake is, krijgt de DGA na 10 jaar de aanslag kwijtgescholden. Emigratie van de DGA leidt vaak ook tot verplaatsing van de BV naar het buitenland. Onder de huidige regeling doen we alsof de BV nog tien jaar lang fictief in Nederland is gevestigd. Hier wordt handig gebruik van gemaakt volgens het kabinet. De DGA gaat wonen in een land waar het dividend niet of nauwelijks wordt belast en de BV keert iets minder dan 90% van de reserves uit als dividend. Na tien jaar, wanneer de conserverende aanslag is kwijtgescholden, volgt de rest of verkoopt de DGA de aandelen. Het kabinet stelt nu de volgende maatregelen voor. De tienjaarstermijn verdwijnt en de conserverende aanslag kan in de tijd onbeperkt worden geïnd. Daarnaast blijft de BV na verplaatsing van de werkelijke leiding fictief in Nederland gevestigd totdat de conserverende aanslag volledig is afgeboekt. Bij een dividenduitkering of vervreemding van aandelen wordt de conserverende aanslag geïnd, zo nodig naar rato. Eventuele in het buitenland betaalde belasting vermindert het invorderbaar geworden deel van de conserverende aanslag. Vragen die tijdens het vaktechnisch overleg aan de orde kunnen komen. Vraag 1. Waarin verschilt de fiscale behandeling van de DGA die emigreert en de DGA die in Nederland blijft wonen? Vraag 2. Waarom is het nodig om naast de fictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 nog een in de tijd onbeperkte fictiebepaling op te nemen in artikel 7.5 lid 6 Wet IB 2001? Vraag 3. Op welke wijze kan een belastingverdrag de voorgestelde wijzigingen frustreren? Vraag 4. Hoe kon de reparatie van het emigratielek op basis van de oorspronkelijke wettekst van het belastingplan worden omzeild?